Het bombardement van mei 1940 verwoestte veel van het oude Rotterdam en men ging al snel over tot puinruimen. Daardoor kwamen ook historische funderingen bloot. Bij de puinruimers aan de Binnenrotte was de heer B. Bezemer aan het werk, een amateur-archeoloog die veel kennis van oude tegels had en zijn maten aanspoorde om iets wat oud leek aan hem te melden. Hierdoor kwam hij in contact met de proefbaas C. Gubbels, die zich ook bezighield met het verzamelen van opgegraven artikelen. Ze begrepen dat daar veel van archeologische waarde tussen kon zitten. Daarom werd er door de directie van Museum Boijmans en de gemeentelijke technische dienst een speciale ploeg gevormd onder leiding van deze heren. De vondsten van hen en de andere 20.000 puinruimers werden naar de tegengeet aan de Nieuwe Markt gebracht, schoongemaakt en beoordeeld. Zo kon men toch nog talloze oude voorwerpen zoals tinnen schalen, lepels, vorken, vuurtesten, kannen, kruiken en tegels redden. Helaas hadden ook andere belangstelling voor die oude tegels. Het bleek dat er puinruimers waren die hun vondsten niet inleverden, maar verkochten. En er verdwenen zelfs tegels uit de collectie. Hiervoor werden toen de leiders van de tegelploeg CG en PB met enkele van hun medewerkers gearresteerd. Na het puinruimen kwamen er ook grotere opgravingen op gang. Zo vond men op de verlengde van de Oude Hoogstraat funderingen en scherven van slot Bulgerstein.